Sinds kan je die afspraak. En je luistert niet naar mij. Ik luister wel naar je. Heel simpele vraag: op donderdag afspraak af kan zijn. Hou op. Hé, hey Eef, was je al thuis? Nee, nou goed. Ja, sorry hoor. Het is allemaal niet zo erg als het lijkt. We hadden even ruzie. Het is alweer goed. Ah, goed zo. Dan kan je mooi met ons meegaan. We gaan zwemmen. Ja. Ja, want de villa met het zwembad die staat koop. Je bent verraden! Dat is niet waar! Ik wil dat je hier met niemand, maar dan ook met niemand, ooit over praat. Ik zal je zeggen waarom. Jouw vader. Jouw vader werkt voor mij. Dus hij is crimineel. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Echt weten. Ik wil weten of mijn vader voor hem werkt. Dan gaan wij het uitzoeken. Heb je die brief nog? Ja. cmkoers at gmail. Wat betekent dit? 938403. Dat is hetzelfde nummer als van Matteo. Kijk. Laten we maar gaan kijken dan. Nu? Ja. Vet. Ja, de persoonlijke detective Thomas staat voor u klaar. Kom, we gaan. Wat kan ik doen?